Welkom lieve kijkers. Ik heb de vraag gekregen van veel vrienden en kennis. Hoe kan ik mijn iPhone leegmaken? Ik heb te veel foto's en video's en ik heb geen ruimte meer op mijn telefoon. Ik wil mijn foto's en video's op een computer plaatsen of ergens neerzetten. Hoe kan ik dat doen? Wij hebben als eerste de juiste kabels nodig. Kabel van digitale camera, van normale camera, naar USB op de computer. Wij gaan Finder openen. Finder, programma's en Photo Loader. Die gaan we openen. En daar is mijn iPhone, Alberto, ontgrendel Alberto. Dan moet ik mijn telefoon ontgrendelen. En daar zijn mijn foto's en films. Alle mijn foto's zijn hier. En eerst moet ik natuurlijk nadenken. Waar wil ik deze foto's allemaal plaatsen? In welke map? Wil ik ze op een cd branden of een dvd? Ik persoonlijk wil ik mijn foto's in mijn iCloud Drive. Dat is Apple's eigen oplossing, dat is een iCloud. iCloud Drive. Daar ga ik ze plaatsen. Ik wil graag een map creëren in iCloud en daar wil ik ze plaatsen. Nou, dat kan ik op meerdere manieren doen. Hier beneden heb ik een naamloze map geselecteerd. Importeren naar naamloze map. Die heb ik op mijn bureaublad. Ik markeer één of meerdere foto's en ik druk op importeer. En plotseling is mijn foto in de map, naamloze map, op het bureaublad. Mijn foto is gekopieerd. Tuurlijk, het is gewoon slepen en neerzetten. Ik kan ook even foto's markeren. Ik kan ze allemaal naar een map toe slepen en neerzetten. Maar dan heb je ook alles door elkaar. En je wil het een beetje georganiseerd hebben. Liefst het datum aan een map en dan alle foto's daarin. En nu ga ik een map creëren in mijn iCloud Drive. Ik wil mijn foto's naar mijn iCloud Drive slepen, maar ik wil ze niet zomaar neerzetten. Ik wil eerst rechte muisknop gebruiken en nieuwe map creëren. Dat gaan we eerst doen. New map. We geven hem een naam. Geef hem naam camera. Oktober 2016. Dat is inderdaad een mooie naam. En dan gaan we foto's selecteren. En gaan we foto's overslepen. Ja, dat kan ook. Foto's markeren en overslepen. Nu heb ik geen bestemming beneden. Dit is niet de bestemming van beneden. Bestemming is nog steeds naamloze map. Als ik op importeer druk, dan gaan ze naar naamloze map. Dus dat ga ik niet doen. Hier ga ik instellen. Ik wil ze naar mijn iCloud. Druk op andere. Keuze. iCloud Drive, camera, oktober 2016.
Nou heb ik het beneden ook. Dan kan ik op importeren drukken beneden als ik dat wil. Of markeer ik ze en ik sleep ze. Ik kan ze ook allemaal tegelijk slepen. Hou ik command in en ik klik 1 voor 1. Welke foto ik leuk vind, dan kan ik ze 1 voor 1 selecteren en meerdere selecteren. Maar dan moet ik command knop ingedrukt houden en met de muisknop selecteren. 1 voor 1. Dus heb ik in mijn camerarol misschien een foto hier, een foto daar die ik leuk vind, hou ik de command knop ingedrukt en ik selecteer ze. Nu gaan we foto's kopiëren 1 voor 1. Ik selecteer een foto en ik druk op importeer en zij gaan gelijk naar de eindbestemming springen, automatisch. Dat is camera oktober 2016. Dat heb ik beneden ingesteld. Ik druk op importeer. En plotseling is de foto gekopieerd. Daar is die. Ik zoek een andere foto uit. Ik kan ook allemaal markeren. Ik kan 1 voor 1 markeren. En ik kan met de command knop ingedrukt houden, kan ik ze 1 voor 1 selecteren. Dan kan ik meerdere selecteren. Ik kan ze ook slepen. Ik selecteer een foto, druk op importeer en het is gekopieerd. Beneden in mijn keuze importeer naar heb ik camera oktober 2016 geselecteerd. Maar ik kan ze waar ik heen wil sturen. Nou, wij gaan het naar naamloze map op mijn bureaublad sturen. Ik ga ze allemaal selecteren en naar de map slepen. 108 foto's tegelijk. Kan ze ook 1 voor 1 slepen en neerzetten in een map. En druk ik op importeer beneden. Dan gaan ze automatisch naar camera oktober 2016. Dat is een heel andere map. Nou, als alle foto's hier van mijn telefoon gekopieerd zijn naar een andere map, dan gaan we dat eerst controleren of dat echt zo is. Dan kunnen we allemaal selecteren en allemaal weggooien. Naar de prullenbak brengen en wij hebben ruimte gecreëerd op onze telefoon. En heb je een Apple computer thuis en gebruik je een iPhone, dan kan het ook met AirDrop. Ik laat even zien hoe dat kan met AirDrop. Camera app openen, foto's selecteren, foto's en video's die wij naar de computer willen kopiëren. Allemaal selecteren. Op delen drukken, dat is de pijl beneden, links, en de keuze AirDrop. Allemaal, alle foto's, alle films, AirDroppen naar een Apple computer. Geen kabels, accepteer het op de computer, accepteer het of weiger het. En alle foto's worden gekopieerd. En ik ga ook laten zien hoe je 1 foto of 1 video, 1 voor 1, naar iCloud kan sturen. Ook naar welke map. Selecteer gewoon een foto van de foto-app. En selecteer je meer dan 1 foto.
dan verdwijnt de app van voeg toe aan iCloud Drive. Markeer je twee foto's, dan verdwijnt die. Eén foto toevoegen aan iCloud Drive. Die keuze heb je wel. Dus dat ga ik ook doen. Dan mag je ook map uitzoeken op je iCloud Drive. Vraag is mogen jullie altijd stellen. En dankjewel, lieve kijkers.